katten. Wat een prachtige wezens. Weergaloze animals. Soms vol energie. En soms uitgeput. Maar bovenal, soms zwanger. Ja, dit is de blaas. Ja. En als je dan verder naar voren gaat, moet je voldoende gel hebben. Kijk, dan zie je hier inderdaad. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Dit is kleine Nala. Hoor haar eens spinnen. I like this. This is cute. Maar kleine meisjes worden groot. En op een dag moet je haar loslaten en leren ze iemand kennen. En samen hadden sloopkogel Nala en Joep een bijzonder gezellige avond. Joepie, de poep, ik stop een vinger in mijn neus. Joepie is voor mij gewoon de beste kus. En nu had sloopkogel Nala natuurlijk maar één brandende vraag. Am I pregnant? 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 Help? Is there a possibility that I'm pregnant? Am I pregnant or am I okay? Could I be pregonate? How do I know if I'm prengan? Can I be pregnant? Can you get pregante? Dat bracht ons hier. Ja, dit is de blaas. Ja. En als je dan verder naar voren gaat, moet je voldoende gel hebben. Kijk, dan zie je hier inderdaad. Nala is pregnant. Pregnant. Prenenant. Zwanger. I am pregnant. And it is Jesus. Ja, Nala. Nala was gisteren uitgerekend. Maar no signs, wow. Of baby's. Kunnen we de baby's zien bewegen? Nee, ook niet. Oh, dat is gewoon je heup. Oepsie. Stefan zegt dat je het wel kan zien. Ik? Is dat niet gezien? Dat is de heup. Hele lieve pootjes, hè, Nala. Zo lief. Oké, nou, we zien nog niks. Even wat drinken, oh, wat lekker. Lekker, hè? Nala heeft boobies. En pootjes. Oh. Er zitten druppeltjes op de neus. Van wie hou je meer? Van mij of Nala? Nala. Mjam, mjam! Ja, we zijn nu een dag verder. Je had al een dag geleden moeten bevallen, hè, Nala? Waar zijn die baby's nou? Kunnen we ze zien? Totaal niet. Zo lijkt ze echt op een L. We hebben speciaal dit ding aangeschaft, zodat Nala hier kan bevallen. Maar Nala doesn't give a shit. Nee, hè? Nee. Ik zal even laten zien waar Nala liever ligt. En dat is hier in de hoek, achter de spiegel. Daar hebben we de camera staan. Maar hier gaat ze dus steeds liggen en hebben we maar dit ding neergelegd. Ze is eigenwijs. Ja, hè? Niet hier op tafel bevallen. Nee. Dat zou echt zonde zijn. Dan worden we boos. Nee, dan worden we niet boos, Nala. You're so cute. Kijk nou. I want to cuddle, bitch. Look at how cute Nala is. Oh, je mag overal bevallen. Pak maar Stefans dure kleding en ga daar maar op liggen. Dat zou ik leuk vinden.
Maak het maar kapot. Oeh, kijk dat staartje nou. Nala is aan het bevallen, hè? Ja. Ja, schatje. Oh, oh, wat ben je aan het doen? Goed zo, meisje. Goed zo. Oh, ja, Stefan. Stefan. Ja, er komt er een, volgens mij. Volgens mij komt er een. Hé, hey, meisje. Oh. Hé. Hey. Ja. Oh, liefie. Ja, kom je kleine kittenstaar. Oh. Oh, ze is echt aan het persen nu. Goed zo, Nala. Goed zo, Nala. Ho, ho. Er zijn 8 tepels, je hoeft niet te vechten omheen. Dit zijn sowieso al de 2 drukste uit het nestje. Kijk, dat zijn ze allemaal, hè, Nala. Die zijn goed gelukt, hè. Zo mooi. Nala snapt er tijdens de bevalling niks van. Hallo allemaal. Kitten TV. Nou, wat gaan we met kittens doen? Nee, we gaan de kittens gaan we verkopen. Ja. En we hebben nog geen 1 kitten gereserveerd voor een gezin. Want ik heb zoveel berichten gekregen. Stefan ook. Ja. Maar we willen wel gewoon de kittens aan een goed gezin verkopen. Het zijn Bengalen, dus ze hebben veel ruimte nodig. En de opbrengst gaat naar een goed doel. Gerelateerd aan, aan dieren. Dus, hoe we het gezin gaan uitkiezen en waar je dan uiteindelijk kan aanmelden. Laten we het binnenkort weten. Ja, moeten we nog even uitzoeken hoe we dat zo eerlijk en netjes mogelijk kunnen laten verlopen. That's it. That's it. Ja, hè? Thumbs up. Ja, dat doen we niet meer. Doen we dat niet meer? Jawel. Peace.